En hoe heet deze route, Hans? De Gagelroute, meneer Sijs. De Gagelroute. Ja. En heeft u nog een bepaalde geschiedenis? Ja, ik heb hem gevaren. Ja. En het is veilig. Ja. Een enkele krokodil kom je tegen. Oké. Okay. Maar die sla je gewoon met je peddel de hersens in. Fijn. Nou, ik vond het wel weer genoeg. Dankjewel. Hoor. Ga jij voor deze keer? Oh, ik voor, ja? Ja, dan kan ik het opnemen. Voor. Je achterkant vind ik het mooist. Waar zijn wij nu? Hans. Wethouder. Oh. Bosbrug is het hier. Ik heb even niet opgelet, linksaf. Kijk, nu is het zicht weer beter. Leuk hè, zo? Ja. Op zich is het kleine route, maar wel leuk. Nou, het is best, best wel afwisselend. Ja. Je ziet van alles, je komt overal waar je normaal niet komt. Ja, maar ja, de tweede overdraagplaats vind ik een beetje waardeloos. Ja, die was even wat heftig. En het is wel te doen, het is niet zo dat je er niet uit kan ofzo. Nee. En met Joronneke erbij is het zo gebeurd. Ja, maar die had geen tijd hoor. Jij bent toch Joronneke? Oh. Zo noemden we jou toch? Ja. Arie is de man met de sloophamer. De sloop. En jij bent Joronneke. Ja, het gaat wel weer goed met hem hè? Ja, ik heb zaterdag nog op de markt gestaan, afgelopen ja. Zaterdag. Leuk. Met Michiel. In Maarsenbroek trouwens. Michiel? Michiel, zijn broer, zijn zoon. Oh, oké. Zijn oudste zoon. Zijn ook wel grof, hè, geloof ik. Ja, maar ik heb ontzettend mijn zin gehad. Ja, dat is... Die heeft humor ook, joh. En die kletst ook iedereen en alles en nog wat. Dat is heel anders dan Arie. En die is ad rem en dat ben ik ook en dat is zo leuk, want we hebben de grootste lol met mensen die uit de stal komen. En de hele verhalen zitten we daar, dat, zie je dat voor je? Te vertellen in de blommen. Ja. Ook wel even voor elkaar. En dan, jazeker. Ben je met je opa? Met Mark Kooplui ook, hè? Weet je wel? Zulke hufters. Ja. Dus die Mark Meester is ook een leuke vent.